Hij legt net 20 minuten. Oh nee, niet eens een kwartiertje denk ik. En de eerste vis ligt daar. In ieder geval spectaculair. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van SK Karpvissing. Hi, nou, waar zijn we? Ergens midden in het bos. En daar heb ik weer iets moois gevonden, jongens. Hey, ik zal een sneak peek zo. Ja, niet te veel verklappen natuurlijk. Hey, nou, we gaan dit keer weer op een leuk bosmeertje-achtig vissen. Ik ben wel benieuwd of hier zo ook weer een paar mooie vissen uit kunnen komen de komende tijd. Nou, we zitten. Gisteren helaas toch niet wat bollen erin kunnen schieten. Dus het is vandaag toch instant geworden. Nou ja, dan kies ik toch heel snel voor de windkant. Nou, in dit geval zit ik op de windkant. Twee hengeltjes zo onder de eigen kant, zo lekker de wind erop. Altijd, eigenlijk altijd een goede keuze. Nou, wat heb ik erbij gevoerd? Is er twee handjes bollen. Een hussie hele, een hussie halve. Je krijgt dan toch een beetje het verschil in grootte. En ja, het voordeel is dat ik hier ook het meest verre van de parkeerplaats af zit. En ja, toch wel heel veel mensen willen toch niet lopen. Dus ja, mogelijk is dit dan toch de plek waar de vis zich wat vaker durft te gaan azen. Hè? Dan halverwege of begin van het water. En ja, het mooie is, ik heb een mooi overzicht van dit hele water. Dus als er springers zijn, dan weet ik ook ongeveer waar ze zijn. En dat geeft ook zijn voordeel. Want, hè, dan kan ik altijd nog bepalen om te gaan verkassen. Maar goed, in dit geval ben ik alleen. En we gaan hopen op het beste. Dus hopelijk tot zo. Jongen, wat een gepruts zeg. Verspeel ik er een. Ja, weer opnieuw ingegooid. Misschien komt er alsnog een. En zo, goede avond. Nou, daar zitten we weer. Een avondje. Opnieuw, kies weer voor de windkant. Hier staat de wind zo een beetje op. En het mooie was, toen ik aankwam lopen, zag ik ook nog een vis springen daar in het midden. Dus ze zitten in de buurt. Althans, daar gokken we op. Dus nou ja, hetzelfde als vorige keer. Eentje in het wijd, eentje voor het kantje. En kijken wat het gaat gebeuren. Het is een heel mooi kantje daar aan die kant. Een mooie overhangende struik. Daar heb heel de dag gewoon de zon en de wind op gestaan. Dus ja, je zou zeggen dat ze in deze hoek moeten liggen. En dan eentje naar het midden. Althans, een meter of 40 uit de kant. Van deze kom is het nog vrij diep. Dat had ik eigenlijk niet zien aankomen. Maar goed, we gaan het afwachten. Dus ik hoop vanavond in ieder geval terug te komen met een mooie vis. Dus tot zo. Lekker. Lekker, lekker. Oh, het is een mooi spiegeltje. Lekker. Zo, en daar is die dan. De eerste spiegel van een nieuw water. Dat is toch prachtig. Het is niet een hele grote, maar hij is wel welkom. Zoals altijd. Elke vis telt. En ja, nog voor het donker. Dus misschien kan ik dadelijk nog wel een visje bijvangen. En misschien een iets grotere dan deze. Ja, wie zal het zeggen. Maar dit is in ieder geval een goede start. En de andere kant. Prachtig jongens. Super. Super. Ik ben er echt super blij mee. Ja.
binnen een uurtje of twee, drie. Ja, ik had het wel een soort van verwacht. De wind heel de dag hierop gestaan. Wat obstakels daar langs de kant. Ja, daar moeten ze onder liggen dan, hè. En inderdaad, prachtig mooie spiegel. Nou, ik ga even een paar fotootjes maken en dan mag deze weer zwemmen. Goedenavond, daar zijn we weer. We zijn weer neergestreken op dat mooie putje. Wat is nu anders? Nou ja, er zitten meer vissen. Eigenlijk de hoek waar ik mijn gedachten op had, ja, die is bezet. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, nu maar toch weer even aan de meest verre kant van het water gaan zitten. Althans, zo goed als aan het einde. Mooi was, de wind stond er net een beetje in de hoek. Ja, hij is nu iets gedraaid, dus iets minder voordeel. Maar goed, ik ga niet moeilijk vissen. Twee hengels onder de kant. Eentje hier zo voor me. De andere staat net aan de andere kant van de boom. Moet goed gaan. Ik hoor, heb al een piep, dus wie weet is het misschien... Ja! Nou, daar ben ik weer. Wat ik wilde vertellen, is dat ik hier zo een mooi hoekje heb gevonden. Ik zal even omdraaien. Hier zo bij dat boompie. Waar die heen zwemt. En hij legt net 20 minuten. Oh nee, niet eens. Een kwartiertje denk ik. En de eerste vis ligt daar. We gaan hem er even bij pakken. Zo. Nou, daar is hij dan hoor. De eerste van vanavond. Nieuwe mooie spiegel. Ja, prachtig. En dat binnen, nou ja, een kwartiertje. Kwartiertje. Nou, het is nog hartstikke vroeg. Dus we kunnen vanavond vast nog wel eentje bijvangen. Althans, dat hopen we in ieder geval. Nou ja, dit is in ieder geval nummer 1. Dus zeker een mooie spiegel. Hij is wat wild, maar ja, kwam echt super snel. En zo zie je maar dat je als je een kant kiest waar je iets meer moeite voor doet. En natuurlijk een windkant. Ja, dan kan het heel snel eraan. En gewoon weer instand. Dus ja, zeg het maar. Hoppa, lekker. De nummer 2 voor vanavond. Het gaat echt super. Echt een windkantje opzoeken. Je hoeft helemaal niet ver te vissen. En je ziet maar, binnen een half uurtje, drie kwartier, gewoon weer een vis op diezelfde plek. Ja, de locatie is dan toch belangrijker dan dat. Ja, weer een prachtig mooie spiegel. Het werkt. Nou, ik ga even een fotootje maken en dan mag hij weer zwemmen. Het begint aardig af te koelen. Dat ik op mijn andere hengel ook een aanbeet. Helaas schoot hij los. Maar goed, ik heb wel vertrouwen erin. Want het is mijn derde aanbeet deze avond. En hij legt weer spot on. Dus wie weet pak ik dadelijk wel weer eentje van die stek af. De andere hengel, daar zag ik net ook wat beweging. Dus ik ga de camera er weer even op zetten. Ja, die kan ook nooit heel lang duren voordat hij afloopt. Dus... tot zo. Kijk eens aan. De nummer 3 voor vanavond. Weer een prachtig mooie spiegel. Ja, weer op hetzelfde plekje. Dus die stek doet het erg goed. Echt die windkant in zo'n vuil hoekje. Bij een struik. Ja, super mooi vis. Andere hengel helaas één verspeeld.
Maar biedt nog mogelijkheden voor zometeen. Kijk, een plaatje. Er zitten een paar mooie schubben op. Ja, ik hou er wel van hoor, een paar spiegels. Zo'n avondje. Gewoon al 3 vissen. Gaat echt super. Echt een plaatje. Ik zag al ook hier vlak voor de kant allemaal aan de oppervlakte. Ik denk, nou, ik kan nooit lang duren. Ik heb er nog een paar bollen bij gegooid. Nou, 10 minuten later liep hij af. Nou, prachtig mooie vis. We gaan hem terugzetten. Zo, goede avond allemaal. Even een avondje. Ja, misschien niet het juiste moment, want het is echt van 17 graden in één keer naar 30. Het lijkt in één keer wel zomer. En dat merk je eigenlijk ook wel. Maar goed, even een avondje proberen. Ik hoop nog een visje te vangen. En dan nou ja, zie je me snel weer terug, hopelijk, met een vis in de hand. Lekker. Nou, de eerste voor vanavond. Een prachtig mooie spiegel. Ja, flinke run. Ik had die even niet zien aankomen. Ik was een beetje aan het rommelen. En in één keer vol gas. Ja, helemaal kick. Nou, het is... Ik kon hem nog net op tijd blokken. Want ik vis richting een struik. Nou, ja, ik moest hem natuurlijk wel even tegenhouden. Want anders gaat zoiets de tak in en dan wordt de kans dat je hem vangt wat moeilijker. Maar het belangrijkste is dat je dan rustig blijft. Maar goed, eerste voor vanavond is een feit. Ja, echt wel een mooie kleur hebben ze hier ook. Echt dat donkerbruine. Echt super. Nou, eerste van vanavond. Hopelijk kan ik er nog 1 of 2 bij vangen. Dat zou heel erg tof zijn voor deze video. Maar goed, ik heb er weer 1. Daar gaat het om. Ik ga deze rustig aan terugzetten en dan komt het allemaal goed. Zo, nou, ondertussen ligt de lijntjes alweer een half uurtje in na die ene vis. Dus dat is goed. Ik zie toch wel wat beweging hier en daar nog. Maar ja. Het zegt altijd niks, hè. Ik zeg, het kan net goed wat witvis zijn. Maar goed, 1 vis biedt hoop. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik nog even een visje bijvang. Maar goed, ik heb vis eigenlijk heel simpel. Eentje hier zo in het hoekje zo, bij die struik. Eentje daar zo bij een andere struik. Gewoon prima aan te gooien. Niet te moeilijk, wat bollen eromheen. En klaar. En ja, die zitten hier toch fantastisch. Ik vind het echt prachtig hier. Maar goed, hopelijk ga ik nog eentje vangen. Dan kom ik bij jullie terug. En anders is het maar niet anders, hè. Tot zo. Ja, ja, daar zijn we weer. Dikke run. Ik dacht dat het eend was. Een duiker. Helemaal gek. Alles ondersteboven gegooid. Wat een gezeik. Man, oh man, oh man. Kikken. Huppatee. Spiegeltje nummer 2 voor vanavond. Het is iets kleiner, maar hij ging er niet minder hard vandoor. Knijt hard. Super runs gewoon hier zo. Maar goed. Hartstikke leuk visie. Dus beloof nog wel wat. Hengeltje ligt alweer. En ja, het is wachten op de volgende.
Misschien een iets groter exemplaar zou leuk zijn, maar hey, een avondje vissen en dan dit soort vissen vangen, dat is toch geinig. Gewoon meer op een 16 mm met een roze, halve roze pop-up. Ja, hij doet het hier erg goed, de roze. Eigenlijk op heel veel water, hè. Maar ja, hartstikke leuk visie. Ik ga deze terugzetten en dan hopen op een wat groter exemplaar. Gaat eigenlijk wel weer erg super. Het is wel allemaal een beetje hetzelfde maat wat ik hier vang. Ik heb nog niet echt een uitschieter gehad. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vermaak me wel. Ik blijf nog even een uurtje zitten. En dan gaan we lekker terug naar de camping. Want ja, twee vissen, misschien nog een derde. Het is toch altijd gewoon goed. In ieder geval, ze kwamen allemaal van dezelfde stek. En natuurlijk op een roze pop-up. Dat doet het toch wel erg goed de laatste tijd. Roze. Dat was even spannend. Hij zat even in die lelies. Maar ik heb hem er toch uit. Gewoon rustig blijven. En op zich is het wel een goeie. Is lekker. Zo, dat is lekker. Het is de eerste schub hier. Het is een mooie vis. Mooie vis. Ik ga hem er even bij pakken. Het is toch wel een soort van een goede afsluiter. Het is de eerste schubkarpen die ik vang. En moet je kijken. Het is echt wel een leuk formaat ook. Ik denk dat hij net in de 10 kilo zit. Maar gewicht maakt me niet zo uit. Als ik maar een beetje lol heb om een avond. Nou, dat is aardig gelukt. Het is de derde. En hij heeft nog een prachtig vis ook. Ja, niks over te zeggen. Hij is een rete wild, maar dat doet het pret niet drukken. Dit was op de rechterhengel bij de lelies. En hij zomde natuurlijk gewoon weer in, uiteraard. Maar als je dan rustig blijft, gewoon druk houdt, dan komt hij de 9 van de 10 keer gewoon weer uit. Zo, we zijn weer aan het einde gekomen van deze video. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet niet even te abonneren en even deze video een duimpje te geven. En een leuke reactie achter te laten. Vind ik alleen maar tof. En we gaan weer werken aan het volgende video. Tot de volgende. En ik zeg later.